Verschrikkelijk nieuws. Verschrikkelijk nieuws. Satan zit in de popmuziek. Koos de Jong die organiseert avonden waarin hij uitlegt dat Satan zich via popmuziek probeert op te dringen. Dag Koos, goedemiddag. Dag Koos, dag Ruud de Wild. Wat een eer om in jouw programma te zitten. Nou, dag kijkers, dag luisteraars. Ik vind kijkers, ja. Mensen die aan de radio kijken vind ik veel mooie kijkers. Ja, dat is een hele mooie, dat was een verspreking. Ja. Ja. Zeg Koos, duizenden mensen zijn al bij jouw lezingen geweest. Ja, dat overvalt ons een beetje, Ruud. We hebben een lezing gemaakt over popmuziek. Nou, eens een keer niet een lezing met heel shockerend materiaal, maar gewoon, we hebben de top 40 maar eens genomen. Ja. En nou, we hebben gewoon de clips daarbij gezocht. We zijn gaan studeren wat ze allemaal zingen. En nou, dan val je bijna van je stoel. Ja. Maar heel even bij het begin beginnen. Satan, ja. Voor de mensen die hem niet kennen. Dat is de zoon van Lucifer. Nee, Satan is een gevallen engel. Oh. Hij is de grootste tegenstander van de Heer Jezus Christus. En ik heb zelf 10 jaar lang als disjockey gewerkt in het nachtleven. Ja. En ben door de Heer Jezus Christus bekeerd. Dus ik ben in zijn koninkrijk gezet. Dat is een geestelijk koninkrijk. Ja, en nu ben je op het smalle pad. Dat vind ik een steengoeie van je, Ruud, want dat is bijbels. Je hebt inderdaad het smalle pad en het brede pad. Je hebt ook iets met de Bijbel dan blijkbaar? Ja, ik heb wel een stukje proberen te lezen, maar... Dat is goed van je, man. En probeert Satan zich nou echt via de muziek bij ons op te dringen? Ja, dat geloof ik wel. Ik denk als ik... Satan is een heel lastig mannetje dan. Ja, dat is een verschrikkelijk... Nou, dat is zelfs niet iemand waar je zomaar eens eventjes aan voorbij kan gaan. Dat is een man, dat is een gevallen engel die miljoenen andere engelen, die noemen we dan demonen, meegenomen heeft. Ja. En die haat de Heer Jezus Christus. En die zal er ook alles aan doen om de mens van Christus en van God en van zijn heerlijke dienst af te trekken. En hoe doet hij dat? Nou, dat doet hij met verschrikkelijke beelden, maar dat doet hij ook heel subtiel. Oh. Wat hij doet is, probeer jou maar in de invloedssfeer van hem te trekken. En vooral niet in de invloedssfeer van de Heer Jezus Christus. Maar zijn gedachtegoed. Ik ben bijvoorbeeld een redelijke alcoholistische oversexte puber. Maar betekent dan ook dat ik de Satan niet meer heb, of niet? Ieder mens die niet bekeerd is... hoort toe bij het Rijk der Duisternis. Jan Smit, daar zit de duivel in. Hoezo? Nou, nee, dat zijn allemaal uitspraken van de media. Ieder levend christen zal nooit van een ander zeggen... nou, jij bent van de duivel. Oh. Dat doen we ook helemaal niet. De media dringt ons iets op. Want ik wil ook geen woorden in mijn mond laten leggen die ik niet zelf niet heb. Nee, Koos, laten we even naar Jan Smit gaan. Hier. Van de hemel, dat is hier. Drink rode wijn, maakt veel plezier. Wat is daar mis mee? Nou, ieder kind van God die sterft, die komt voor God te staan en dan mag hij eeuwig in de hemel zijn bij God. En Jan Smit zegt doodleuk dat de hemel niet bestaat. Die is hier. Nou, hemel is hier. Dat is wel anti-bijbels. Ah, ja. We hebben de Satan ook gevonden in K3, let op. Nou. Dat is niet normaal, joh, dat dit geleerd wordt aan jonge kinderen. Dat er wordt daar gezongen in de relatie van een mannetje. Een jongetje en die meisjes zeggen, nou kom naar mijn kamer toe. En het gaat allemaal over seks. En de Heer Jezus leert ons een rein leven te hebben. Ja. En dit wordt aan onze jonge kinderen geleerd. Nou, sorry hoor, met alle respect, maar het wordt eens een keer tijd dat iemand zegt, kappen nou met die bende. Maar we hebben Lady Gaga hier, luister. Daar heb je ook een mening over, hè? Ruud, als je nou eens ziet... Ik neem een uitspraak die er van de week een minister van Duitsland geplaatst heeft. De minister Gutenberg. Die zei, popmuziek is verworden tot een vorm van pornografie... waarbij Lady Gaga een van de belangrijkste voorbeelden is. Ja, maar dat zeiden ze in de jaren 60 over de Rolling Stones toch ook... en over de Beatles. Nou, dat klopt. Wat was er mis mee? En nou, wij laten een stukje geschiedenis... Omdat de hele wereld in de jaren 60... Al die vrouwen lagen zich de vinger op de Beatles. Wat is daar raar aan? Nee, maar nou, als jij die 60 jaar aanhaalt, hè, vriend en vijand zijn het erover eens dat de wereld in de 60 jaar totaal veranderd is. Het gedachtegoed, de jeugd ging het overnemen, weg met gezag. Dus toen zijn we kapot gegaan? Ja, waarschijnlijk wel. Toen heeft Satan het overgenomen, is dat wat je zegt? Ja, misschien wel, ja. Misschien heeft de Satan wel meer invloed gekregen als de Heer Jezus Christus en zijn heerlijk gedachtegoed. Ik zeg er ook heel eerlijk bij. Met alle respect, maar... Als dan, hè, als we toch in de discussie aangaan, als de Heer Jezus volgens jou zo groot is, dan kan hij toch zeg maar, dit allemaal zo bijsturen? Ja, dat kan. Dat doet hij ook door middel van mensen. Maar de andere kant is ook, in de Bijbel staat heel duidelijk dat in het laatste der dagen zullen spotters komen. In het laatste der dagen zal de macht van de duisternis ontbonden worden. Dus hij zal invloed, hele grote invloed krijgen. We leven nu in de laatste dagen, zeg jij.
Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die gezegd hebben iets, maar laat ik het zo zeggen, ik wil er heel voorzichtig in zijn, want ik ben niet een profeet. Maar alle tekenen wijzen erop, jongens, ja, de komst van de Heer Jezus is afstaande. Er aan. Wat zei je? We gaan eraan. Als je zonder Jezus leeft, ja, niet bekeerd bent, Ruud, dan ga je eraan. Dat gun je toch niemand? Als wat, je vind je, wat vind je eigenlijk van Radio 538? Zijn wij satanisch? Ruud, ik heb je verteld, ik zal nooit tegen iemand zeggen dat hij satanisch is. Ja, ik denk dat we subtiel moeten gaan afronden. Ik vind het jammer, Ruud. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat ik de gelegenheid kreeg. En ook dat je me de ruimte gaf om te praten. Ik heb heel veel media op dit moment gehad. En ik moet zeggen dat jij een van de mensen bent waar ik het prettigste gesprek mee gehad heb. Je hebt me de ruimte gelaten. Wil ik je heel hartelijk bedanken. Vind ik mooi om te horen. Dankjewel. Koos de Jong. Ruud, tot ziens. En luisteraars, tot ziens. Dag, Koos. Dag. En weer heb ik iemand in de waarde gelaten. Gefeliciteerd, Ruud. Ja, goed, hè. 102 FM, Radio 5.